Vandaag ga ik een puzzelmap spelen. Ik sta hier in een heel klein kamertje. Het puzzelmap bouwt rooms. Het klinkt allemaal heel simpel. Nee jongens, vandaag ga ik een leuk puzzelmap spelen in mijn eentje. Ik ben hier in Minecraft en als ik op dit blokje hier sta, dan kan ik al even spieken en dan val ik weer naar beneden. Ik zal meerdere kamers in moeten. Meerdere puzzels op moeten lossen. Jullie moeten abonneren. Ik weet niet wat mijn editor ervan maakt, maar abonneer. We hebben bijna de 140.000 abonnees, dus dat is helemaal top. Dus abonneer nou even. Je zou me er echt enorm mee helpen. Oké, laten we in ieder geval beginnen, want ik heb hier een knopje en er staat press me to begin. Rooms. Een map bouwt rooms. Maar er gebeurt verder niks. Oh, het glas is weg. Ah, kijk. En nu, in plaats van dat ik kan spieken, kom ik er gewoon terecht. Nou, het eerste wat me opvalt hierachter is een kist met daarin een easter egg. Nou, oh, een easter egg. Alright, laten we de eerste puzzel op gaan lossen. Ik snap het niet. Nee, oké. Ik heb hier links heb ik een brewing stand. Ik heb hier, ik denk, de volgende kamer al wellicht. En hier een kistje. Laat ik eerst in de kist kijken. Your journey begins here. And I need a brewing stand. Ja, dat snap ik. Zeg maar, want die staat daar. En hier een anvil. Of een anvil, wat zeg ik nou? Een lever die ik kan draaien. Maar er gebeurt verder niks. Oké, maar your journey begins here. Wat moet ik dan met het papiertje? Oh, ik kan de lever er ook uithalen. En dan hier. Oh, nee. Maybe place some white concrete powder. Ja, maar dat is hier. Oh, kan ik hem niet gewoon... Juist! Ik wou net zeggen, het moet gewoon zo. Oké, dan gaan we hier de brewing stand, die doen we erin, I guess. Is er dan weer iets open? Oh, kijk, daar is het open gegaan. Juist. Er zit een kist in glas. Wat kan ik eigenlijk met papiertje? Met papiertje kan ik niks. Misschien kan ik daar wel deze... Oh, die lever die is geplaatst, daar kan ik niks meer mee. Oh, wacht. Er zit een potion in, of niet? Als ik hem nou in een andere doe. Als ik hem nou in de linker doe, gebeurt er dan iets? Nee, het maakt geen verschil. En ik kan dit niet slopen. Oh, kijk jongens, ik zie het al. Die zit hieronder. Er zit scaffolding, dus ik kan naar beneden. Jezus, wat is het donker hier. Ik zie helemaal niks. Oké, als ik een pijl en boog heb, zie ik nu al, dan kan ik... Hier moet ik dan op schieten. Of is het parcours? Ik snap het niet. Oké, nee, we hebben een pijl en boog nodig. Dan kan ik daarop schieten. Maar hoe kom ik aan een pijl en boog? Your journey begins here. Moet ik dat ergens droppen misschien? Easter egg? Hey jongens, ik zit legit nu al gewoon vast. Ik weet niet wat ik moet. I need the brewing stand. Ja, daar kan ik dus ook niks meer mee. Ik heb hem gebrewd. Moet ik hem drinken nu? Ik weet legit niet wat ik nu moet. A few moments later. Oké, ik had het dus opgezocht en blijkbaar hoor je een bow en een arrow te krijgen. En gewoon night vision als je hier beneden komt. Man, ik weet niet wat er aan de hand was. Maar laten we er nu gewoon op schieten. Hoppakee. En dan? Dat? Nee. Oh, het glas is gewoon weg, natuurlijk. Hey, we hebben een nieuwe lever. En die mag geplaatst worden op Grey Concrete Powder. Dat is natuurlijk hier. En dan gaat deze deur open. Het is ook allemaal heel makkelijk, hè jongens, eigenlijk dit. Black 1, grey 2, light grey 3, white powder 4, black powder 5. Oké, leuk. Nou, wat moet ik ermee? Wat kan ik hiermee? Oh, oké, als ik op paarse concrete powder sta, zie ik nu al, dan kan ik hoger springen. Op zwarte concrete powder kan ik niet staan. Wacht, hier kan ik niet op staan, gewoon op deze blokken. Oh, ik snap hem al, jongens. Kijk, het is een parcours en black is 1 blok hoog. Grey is 2 blokken hoog. Light grey is 3 blokken hoog. White powder 4. Dus ik moet van daar naar daar naar daar naar daar naar daar. Kijk, want nu, hier kan ik niet opspringen. Maar ik kan wel waarschijnlijk zo, 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 zo. En dan? Wat moet ik nu? Oh! Huh? Oh mijn god. Als ik bij het blauwe concrete zit, dan zeg maar, dan ga ik vliegen. Heb ik een soort levitation. Ja, oké. Ah, dat doet dus blauwe, jongens. Dat is duidelijk. Blauwe concrete powder zorgt voor dat ik kan vliegen. Het valt me nu al op dat elke concrete volgens mij een effect heeft. Okay, hier krijg ik speed van groene concrete. En van blauwe, wederom, ga ik de lucht in voor een bepaalde tijd. Oké. Maar mis ik nu niet iets? Ik heb nu een ladder. Mag op grijze concrete geplaatst worden. Ja, maar er is hier geen grijze concrete. Moet ik dan terug? Red ik dat? Ja, dat red ik. Dat red ik zeker. Is dit... Dit is grijze concrete? Ja, hè? Kijk jongens, is stop. Dus als ik dan nu dit doe... Paars... Oh, dan krijg ik die... Oh, hier, dan kan ik hoger springen. Hoppakee. Aha, en dan hier... Oh. Nevermind. Oké, ik moet snel zijn, merk ik nu al. Ik moet... Oh, huh? Hier, ik krijg nu jump powder. Jump boost. Power. Hé, moet ik dan zo dusdanig snel zijn? There you go. Oké, en dan nu? Die... Oh mijn god, waarom haal ik die sprong nog niet? En... Oh man. Ik haal deze sprong gewoon niet. Hoe noob ben ik? Hé, there you go. Ah, daar is een button. Weet je wat we gaan slim doen? We gaan er vanaf hier op klikken al. En dan... Ja, dan gaat deze ruimte open met een kistje erin. Een stokje en die mag ik... Daarmee mag ik light blue stained glass hakken. Met dit. Oké, wat doet dit trouwens? Dit doet niks. Hier mag ik light blue stained glass. Dat is dit. Hier.
En dan moet ik zwemmen. Oké, is het een soort... Ah, het is denk ik een soort doolhof waar ik doorheen moet, jongens. En daar aan het einde zie ik nu al een kist. Dus ik denk dat ik zonder te verdrinken het doolhof door moet. Doolhof door moet. Oeh. Snel. Ik wil niet verdrinken. En de kist in. Er zit een button. Snel door. Ah, oeh. Niet verdrinken. Nee. Oh, dit is niet leuk. Oh, mijn god. Jesus Christ, ouwe. Tot nu toe is het echt een leuke map, jongens. Het enige waar ik problemen mee had was legit dit hier. Maar dat was gewoon een klein probleem dat ik zo opgelost. Wat doet het trouwens? Blauwe. Wat voor power... Ah, water breathing. Oh, mijn god. Ik krijg dus gewoon van deze... Nee. Ik heb wel moeilijk doen met dat ik niet meer kan... dat ik snel moet zijn en zo. Maar als ik gewoon hierop had gestaan... had ik een 8 extra seconden gekregen... en had ik het gewoon zonder damage kunnen doen. Oké, maar waar kan ik dit op plaatsen? Polished diorite. En volgens mij, als ik mij dat goed kan herinneren... moet ik het parcours hier opnieuw... Oh nee, niet. Wat is dit? Huh? Oh, weer een easter egg. Nice, nog een easter egg. Maar dan kan ik het parcours hier weer doen. Het onzichtbare parcours. Zo. Dan hierheen. Dan krijg ik die levitation. Dan snel hierheen. Kom ik hier terecht. En dan polished diorite. Hatseflats. Klik op de knop. En dan gaat de nieuwe deur weer open. Nou, jongens, wat top. Dan komen we in een ruimte. Ik zie hier allemaal schilderijen. Ik heb nu al het gevoel dat hier iets achter verstopt zit. Dus we gaan even springen. Niet eens. Oké. Okay. Wat doet Roy? Oeh, dit heeft ook weer een effect. Fire resistance. Oh, dat meen je. Oké. Dus ik krijg fire resistance. Waardoor ik waarschijnlijk daar doorheen kan lopen. Zonder dus damage te krijgen. En wat heb ik hier? Een button. Klik ik in. Ah, dan gaat deze deur open. Oké, laten we het maar gewoon doen. Eerst moet ik door de rode concrete. En daarna heel snel hier doorheen. Fire resistance. Wat is hier dan? Ik zie niks. Oké, 2 seconden. Ik heb helemaal niks gespot, jongens. Au. Oh, dan moet ik snel het water in. Kan ik niet? Ja, hier kan ik toch heen? Oh, dat is niet helemaal de bedoeling. Laten we het nog een keer proberen. En dan zoeken wat ik kan vinden mogelijk. Een kist, een button, iets... Ah, ladders. Ah, golden shovel. Oh, ik moet snel weg. Oké. Golden shovel. Daarmee kan ik hakken red sand. Dat is daar. Maar dat moet ook nog open nu. Huh? Heb ik iets ge... Oh, oeps. Dit is niet de bedoeling dat ik dit sloop, volgens mij. Meebreek red sand. Kijk. Oh, mijn god. Het is niet de bedoeling dat ik dit sloop. Laat ik dit maar gauw naar de vuur gooien dan. Hè? Oké, maar hoe kom ik bij die red sand terecht? Is er nog meer? Ik ga nog even 1 keer het vuur in, hoor. Om te spieken. Nee, dat is het enige. Hier, dit is het enige wat ik kon vinden. Au. Hoe kom ik daar dan? Weet je wat? Ik sloop alle paint. Gewoon. Of het nou de bedoeling is of niet, ik weet het niet. Kijk, het was niet de misschien was het niet de bedoeling, maar ik heb het maar gewoon gesloopt. Want slopen kon blijkbaar dus gewoon. Nou, dan gooien we ze weg. Hoppakee. Dan hebben we hier een kistje. Oh mijn god, maar hier kwam je ook bijna niet in, joh. Hier had ik ook bijna niet tussen gepast. En dice. Wow. Deze kan op dat zwarte blokje, jongens. Kijk maar, er staat onder hier... May be placed on black concrete powder. En dat is, als het goed is, gewoon deze. En dan gok ik juist dat deze open gaat. Nou, wat ik hier moet doen is denk ik wel duidelijk. Ik heb de shovel gekregen. Meebreek red sand. Dus laten we dan ook gewoon het rode zand hakken allemaal. Niet die waar de button op staat. Maar dan... Kijk, wat een sloop ik redstone. Zo. Dan gaat deze deur open. En dan toch uit benieuwdheid ga ik die ook hakken. Kijk, ik ben blij dat ik het niet eerder had gedaan. Anders had ik niet meer hier doorheen gekomen. Hé, ik zie daar nu al een kist. Wat goed. Wat goed dat me dat opvalt. Een easter egg weer, jongens. Heb ik alle easter eggs dan? Of zijn er nog meer? Weet ik niet. Het is niet heel belangrijk of ik alle easter eggs heb. Allright, welkom in een nieuwe ruimte. Ik zie daar een computertje staan. Ik zie hier allemaal minecarts. En daar weer iets. Stone button. Maybe placed on cyan concrete powder. Dat is hier in het midden. En I think I need a barrel. Dus deze dried kelp, die heeft een barrel nodig. Is de barrel toevallig... Oh, wacht. Huh? Ik dacht dat ik hier nog ging vliegen. Oké, dit gaat open. Oké, heeft iemand een barrel voor me? Wat voor effect geeft dit me ook weer? Jump boost. Oh, dit is een barrel. Huh? Wat een gekke texture pack voor een barrel. Oeps, dat kwam nog door mij. Ik had een verkeerde texture pack aanstaan. Sorry. Dat was een andere texture pack. Deze moet in de barrel, 100%. En dan... Ah, kijk, daar is het open. Ah, en aangezien ik snap hem al. Ik krijg hier jump boost. Kijk. Oeh, dan moet ik heel snel zijn. Nee. Huh? Oh, dan moet ik zeker zo. Ja. Oeh, net op tijd ging het ook. Nou, laat ik hem maar gewoon inspringen, want ik zie dat ik hier ook alweer jump boost heb. Dus eruit gaat sowieso wel lukken. Cornflower. Wat kan ik daarmee? Wat kan ik met cornflower? Flower. Oh, dit natuurlijk. Hey, kijk, daar gaat die open. Hier, wat leuk bedacht, jongens, dit. Dit vind ik echt heel leuk bedacht. Laat ik snel de jump boost weer pakken. Hier eroverheen gaan. Mis ik geen easter egg, denk ik me nu, hier of zo. Nee, hè? Nou, weet je, we gaan wel gewoon door. Alright, dan zijn we hier in een minecart systeem terechtgekomen. Hé, een easter egg, leuk. Ik heb er inmiddels al 4. Ik weet niet waarom, deze kan ik stacken, maar die niet. Hé, een pickaxe. Daarmee kan ik green glazed terracotta hakken. Laat ik even wat ik niet meer nodig heb trouwens. Gewoon zo in mijn inventory doen. Minecart with chests. Nee, oké, deze zijn allemaal leeg voor de rest. We zijn in de disco aangekomen. En met... Oh, mijn deze. Wat is dat? Wat heb ik daaraan? Ik weet dat ik hier jump boost van krijg. Oh, wow, dat ik erin kon springen wist ik niet. Wat doet dit? Moet ik ze allemaal overhalen? Of gewoon een goede zoeken? Ik weet ook gewoon... Oh!
Wat deed het? Wat heeft het gedaan? Is het hier iets veranderd? Ja, het heeft deze ruimte opengemaakt. Hier! Wat staat er? RJ. Huh? Wat kan ik ook weer hiermee hakken? Green glazed terracotta. Is dat dit? Oh, dat is dit! Ah! Wow, heet dit? Ik wist niet eens dat het green glazed terracotta heette. Wat zijn ze hier aan het doen met? Jongens, waarom bewegen jullie met z'n allen? Oh, misschien moet dat wel. Ah, misschien is dat wel de bedoeling. Kom, ga jij dat systeem op? Ga met z'n allen bewegen. Kijk, met z'n allen de één kant op. Deze kant op. Ja, deze kant. Nee, andere kant. Weet je wat? Dat komt zo wel. Ik geest al dit allemaal hakken. Ik denk dat ik hier namelijk weer een kistje onder vind. Of een knopje. Een van de twee. Want dit nodig hebben, ga ik denk ik niet. Ja, een button. En dat doet. Deze openmaken. Huh, maar moet ik hier niet dan... Sowieso moet ik hier nog meer doen. Want er zit hier ook nog glas achter. Of niet? Maar dit verandert niks. Ik snap het niet. Ik haal ze wel gewoon allemaal over. Oké, allemaal overgehaald. En het doet letterlijk niks. Dit allemaal overhalen. Het zal wel, weet je. We gaan wel gewoon door. Oké, deze ruimte. Daar zie ik nu al dat ik weer een boog en arrow nodig heb. Oh, huh? Hier kan ik niet springen. Hier word ik geblokt. Oké, wat moet ik hier doen? Laat ik even mijn jump boost pakken. En dan heel snel rennen. Heel snel, heel snel, heel snel. Ja. Hoppakee. Maar wat moet ik hiermee? Wat moet ik hier doen? Het blijkt dus dat ik hier weer een pijl en boog moest krijgen, maar die kreeg ik weer niet. Deze map is helemaal perfect, jongens, in mijn ogen. Het enige is dat hij af en toe een bug heeft en dat ik bijvoorbeeld op deze blokken hier hoor ik dus een pijl en boog te krijgen. Maar ja, dat is niet erg dat ik die niet heb gekregen. We laten hem gewoon... Oké. Laten we hem gewoon inschieten. En dan... Kijk, daarom. Dat was gewoon de bedoeling en die hoor ik op dit blok te krijgen, maar dat is niet erg. Wat heb ik aan dit groene blok hier? Wat doet het hier? Maakt niet uit. In ieder geval een easter egg. Nou, leuk, maar dat is niet helemaal wat ik nodig had. Ik had denk ik eerder nodig dit. En hiermee kan ik grey glazed terracotta hakken. Maar die heb ik nog niet gezien of zo. Oh, wacht, die staat daarboven. Ah, en kijk, dat groene blok hier, zodat ik het parcours kan halen. En hierachter vinden wij een button en dat haalt denk ik juist dat hier weg. Dan moet ik met deze pickaxe, moet ik dit weer hakken. Heel simpel. Zo, wacht, het even allemaal wel netjes, hè, jongens. En dan komen we in. Oh, we hebben hem gehaald. Nou, wat leuk jongens. Wat staat hier? Ros. Huh? Wat zijn ik dat te maken of zo? Stand on the pressure plate in order to see what you played. Congratulations, you finished the map. Nou jongens, wat leuk. Ik sta op de pressure plate en er gebeurt echt gewoon niks. Vond je zo'n map nou leuk? Abonneer dan zeker even. Kijk ook deze video, want wauw, wat een mooie video. Reageer eventjes. Appel, bananenkoekje als je tot dit punt in de video bent gekomen. Like als je meer van dit... Jezus, wat moeten jullie veel van me doen, weet je? Je moet abonneren, jullie moeten reageren, jullie moeten liken. Het gaat helemaal niet nergens op. Waarom zoveel? Maar goed, like als je meer van dit soort video's wilt. Spreek later, glaasje water, 4 flesje bier. Moo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 o